Het wordt voor ouders een steeds grotere opgave om op een gezonde manier voor hun kinderen te zorgen. Tijdens de Week van het Gezin wordt het belang van het gezin weer op de kaart gezet. Bij mij aan tafel Gerdien Lassen. Goedenavond, mevrouw Lassen. Goedenavond. Wat is het doel van de Week van het Gezin? Het doel is om het gezin meer op de kaart te zetten. Het gezin is nu eigenlijk aan de ene kant heel erg gewoon, omdat de meeste mensen worden geboren in een gezin en groeien op in een gezin. Maar aan de andere kant krijgt het onvoldoende aandacht. Je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, het is een soort van vroeger uit een ondergeschoven kindje die wel voeding en onderdak kreeg, maar niet de aandacht die het eigenlijk ook zo heel hard nodig heeft. Nou, dat is wat wij met de Week van het Gezin naar voren willen brengen. Meer aandacht voor het gezin vanuit de politiek, maar ook eigenlijk vanuit de hele maatschappij. En wat verstaat u dan onder aandacht? Een gezin is natuurlijk wat u al zei, de hoeksteen van de samenleving en een kleine cel van de samenleving, daar waar kinderen zich kunnen ontwikkelen. En waar het dan ook veilig is en voor kinderen om dat te ontwikkelen. En dat levert natuurlijk ook weer die kwaliteiten op die je zo nodig hebt voor het latere leven. Dus wanneer dat goed functioneert, is dat van enorm economisch belang, maatschappelijk belang, sociaal belang. Maar wat wij zien is dat heel veel gezinnen niet stabiel zijn. En dat voor kinderen ook gelijke consequenties heeft. Denk alleen maar aan de groeiende cijfers bij de jeugdzorg. Veel ouders die een burn-out hebben, veel financiële problemen. Al die zorgen die eigenlijk weer terug te brengen zijn van, hé, maar als we dat gezin waarbij de basis goed zouden ondersteunen, zou daar heel veel al van weggenomen kunnen worden. Ja. Dat is waar wij de aandacht voor vragen. Ja, dus u zegt eigenlijk, we willen de politiek ook weer even wakker schudden om dat gezin weer eens even goed op de kaart te zeggen. Begrijp ik dat goed? Ja, dat begrijpt u goed. Ja. En het bijzondere is dat de politiek ook, het is ook heel versnipperd. Hè? Het is ook, wie komt er eigenlijk op voor het gezin? We moesten zelfs kijken bij de petitieaanbieding, bij welke commissie moeten we zijn? Dus wij pleiten eigenlijk ook voor van, kan er ook niet een commissie voor het gezin, dus of een ministerie van het gezin komen, die dan ook al die zaken kan behartigen. Ja, nou, tegen wat voor problemen lopen gezinnen nou aan? Want u zegt, u noemt al een aantal dingen, maar kunt u concrete voorbeelden geven? Ja, nou, het bijzondere is dat wanneer je bijvoorbeeld zwanger bent van je eerste kind, dan zijn er wel allerlei zwangerschapscursussen en trainingen. Maar wanneer dat kind dan eenmaal is, is er eigenlijk geen training van hoe ben ik nu een goede ouder. Dus ouders je begint ermee. Maar het is heel erg belangrijk dat je eigenlijk van tevoren ook weet en met elkaar bespreekt van wat staat ons te wachten. Want het verandert nogal veel als je een kind krijgt. Misschien heb je zelf ook wel zo ervaren. Dus je wereld staat op de kop en daar kun je best wel wat steun en wat tips en dergelijke bij gebruiken. Daarnaast is het ook zo dat het druk van buitenaf ook is om hoe ga ik mijn zorg en mijn werk verdelen. En dat je steeds meer ziet dat ook beide ouders eigenlijk min of meer financieel gedwongen worden om te werken. En dat maakt het ook dat die druk zo sterk gevoeld wordt. Dat heb je minder tijd, veel stress, onrust. Wat moet er dan gebeuren om die druk van de ketel te halen voor gezinnen? Ik zou heel graag willen dat ouders dat zelf dus die keuze kunnen maken van hoe gaan we dit doen? Gaan wij is één van ons volledig thuis? Of gaan wij zo allebei voor zorgen dat er altijd één van ons bij de kinderen is? Maar dat het dan niet financieel gekort wordt. Want dat is natuurlijk nu het geval. Wanneer je éénverdiener bent, dan word je ook via de belasting gekort. Mm-hmm. Dat klinkt heel oneerlijk eigenlijk. Ja, ja, want eigenlijk neem je daarmee ook weer een heleboel dingen voor je als ouder, zeg maar, voor eigen rekening. Wat wij ook zo graag willen, dat ouders dat doen. Gewoon ook in opvoeding, dat zij zelf hun kinderen daarin grootbrengen. Zijn gezinnen dan de dupe van politieke beslissingen? Nou, wanneer wij bijvoorbeeld pas ook weer hoorden dat met name in dit geval vrouwen die parttime werken eigenlijk opgeroepen werden van, nou, misschien kun je nog wel wat extra werken, want er is zoveel tekort in de zorg, in het onderwijs enzovoort. Dan denk ik echt zo van, ja, ik begrijp dat wel, maar wat betekent dat
voor de gezinnen, die worden daar dan weer de dupe van. Ja. Dus als je zegt van ja, zijn gezinnen daar de dupe van? In zo'n situatie zeker. Hoe kan het dan dat zoiets belangrijks eigenlijk als het gezin dan niet hoog op de agenda staat bij de politiek? Ja, wij hebben het idee dat dat ook gewoon te lang een beetje gewoon gevonden is. En ook te veel een soort door het steeds strevende en vooruitstrevende individualisme, zeg maar. Ook een beetje, ik wil het eigenlijk bijna niet zeggen, maar wat ouderwets genaamd wordt. Zo van, nou ja, je wilt, ieder individu wil zelf een eigen keuzes maken, carrière, een sociaal netwerk hebben, op vakantie. Nou, dan om dat allemaal te combineren. Dus u zegt eigenlijk, dat heeft eigenlijk direct zijn weerslag op het gezin. Het gezin is daar de dupe van. Of de kinderen misschien ook wel. Ja, en je ziet ook wel dat, en daar is op zich natuurlijk is dat heel goed, dat wanneer ouders eerst gaan studeren en dan een allebei een baan hebben. Maar je ziet ook steeds meer dat ouders ook kinderen uitstellen. Met name ook door vanwege de financiële druk of dat men ook geen huis kan kopen. Dat ze iets hebben van, nou ja, dan wacht ik nog maar met kinderen krijgen. Dus ook veel meer ouders worden ook pas op latere leeftijd ouder. Wat je ook ziet is dat ouders dan ook vaak weer te maken krijgen met bijvoorbeeld een stuk mantelzorg. En wat ik ook heel erg mooi vind, er zijn ook ouders die zetten zich in voor pleegzorg. Ja. Dan kies je er ook voor om bewust thuis te blijven. Dus ook voor die ouders zou ik eigenlijk een lans willen breken. Zo van, dat ook daar ook aandacht voor is en ook zij financieel daarin gesteund worden. Nou, nu pleit u dus voor een minister voor gezin. Waarom vindt u dat belangrijk? Zodat een minister van gezin dus al die aspecten eigenlijk bij elk wetsvoorstel, bij elke wet die gemaakt wordt, kan denken van oké, maar wat gaat dit voor gezinnen betekenen? Dus dat er continu die aandacht eigenlijk vanuit de politiek is om dat ernaast te leggen. En dat zie je, dat is vooral dat je denkt van hé, het is een ondergeschoven kindje. Nu wordt er van alles gemaakt, zoals dat voorbeeld wat ik net al noemde, om dus meer mensen weer de arbeidsmarkt op te krijgen. En als je dan zegt van ja, maar dat betekent dan wel meer stress, meer onrust, meer geregel thuis in de gezinnen. Oh ja, daar hebben we eigenlijk niet zo aan gedacht. Nee. Dus nou, dat zou ik graag dat de ministerie daar dus ook. Hoe wordt over het algemeen deze aandacht die u eigenlijk vraagt voor het gezin nu in de politiek ontvangen? Omdat wij ook zien, en zeker ook bijvoorbeeld het rapport van de staatssecretaris Van Ooyen ook, hoe dramatisch hoge cijfers van kinderen en jongeren in de jeugdzorg zitten. Dat je daarin ook ziet dat heel veel zorgen en problemen terug te leiden zijn aan de thuissituatie, die dan niet stabiel is. Dan weet je gewoon van, hé, daar is eigenlijk wat nodig. Dus wanneer wij dus preventief die gezinnen kunnen ondersteunen, dan hoop je dat minder gaat worden. Ja. En ik zie dat daar ook wel, ook politiek, door andere politieke partijen ook best wel aandacht. Ja, want ik zag dat de SGP ook eigenlijk het gezin aan zich in de grondwet wil hebben. In buurlanden is dat wel al zo en hier in Nederland niet. Is dat een mooie ontwikkeling dan? Dat zou op zich een mooie ontwikkeling zijn. Wij bieden morgen een petitie aan in de Tweede Kamer, aan de commissie SZW. Wat staat er in die petitie? En in die petitie vragen we dus inderdaad om een ministerie van Gezinszaken. We vragen om preventieve ouderondersteuning. Mm-hmm. Dus opvoedingsondersteuning en financiële ondersteuning. We vragen sowieso voor meer aandacht in wetvoering. Maar ook van de hele maatschappij voor gezinnen. Want ja, als wanneer meer mensen om een gezin heen staan, bij ook aan opvoedingsondersteuning en dergelijke, dan helpt dat een gezin ook. Dus dat zijn eigenlijk de voornaamste punten die wij ook in de petitie waar wij aandacht voor vragen. En ja, als dan de SGP met zoiets in aansluiting daarop komt, dan zou dat natuurlijk heel erg mooi zijn. Ja, nou, ja. Mevrouw Lasse, ik wil u heel erg bedanken voor uw toelichting.